landgenoten! Na jarenlange inzet van jullie, de Koninklijke Wacht, de Marine en het gehele Jenevaanse leger, zijn wij op het moment aangekomen dat er goed nieuws is voor ons koninkrijk. Mijn vrienden hebben samen met mij een fantastische prestatie geleverd. Een prestatie die jullie leven nog lang in positieve zin zal beïnvloeden. Er zijn in deze jaren ontelbaar veel mensen gestorven door Raftagar. Gezinnen zijn uitgemoord, ouders zagen hun zoons niet meer terug en continue angst werd als normaal gezien. Namens iedereen die gestorven is door het schrikbewind en het moordlustige karakter van Raftagar, mag ik vandaag mededelen dat het mij samen met mijn trouwe vrienden is gelukt om Raftagar te vermoorden. Hij zal rotten in Helios en dag in dag uit geconfronteerd worden met zijn gruweldaden. Dames en heren, ik, koning Jamal der Yennefer, verklaar de oorlog als afgesloten. Lang leven Yennefer! Meines, daar ben je. Wat doe je hier, man? Nee, Samir, ik zeg hetzelfde tegen jou als wat ik tegen Mikey heb gezegd. Ik ga geen bier drinken met de soldaten. Meines, je begrijpt me verkeerd. Wat doe je hier? Ik wilde hier nog één keer zitten. Het is waarschijnlijk de laatste keer. Laatste keer? Meines, de oorlog is voorbij. We hebben een alliantie met de Kanta-tribo. Raftagar is verslagen. Je bent een held, man. Blijf je niet hier? Nee, Samir. Ik moet terug naar Khaleesi. Omdat... Ja... Khaleesi? Ja. Gehoord wat er is gebeurd, mij net. Heb je het echte verhaal gehoord? Of het verhaal dat het volk te horen kreeg? Nee, het echte verhaal, mij net. Ben je daarom hier, in Twente's Keep? Ja, ook. Ik ben hier eigenlijk omdat ik van plan ben om niet meer terug te keren. Hoe zeg ik dit... Zodra ik in Khaleesi ben, zullen ze me kronen tot koning van Khaleesi. Wat? En dit is geweldig, man. Je zou een geweldige leider kunnen zijn. Ik ben blij om dat te horen, Samir, maar... Zolang Sylvester vrij rondloopt, is niemand veilig. We moeten hem stoppen. En ik denk misschien te weten hoe. Kom mee, ik moet je wat laten zien. Hoe dan? Kom nou gewoon... Alle bondenstenen nog, hele pakken onder het alcohol. Samir. Ze kunnen ook nooit normaal doen op één dag, hè? Ja, gewoon heel je navels aan het feesten, Samir. Dat begrijp ik, maar er zijn ook nog belangrijke dingen te doen dan feesten. Ja, dat weet ik. Maar even kijken, het zou hier ergens moeten liggen in de bibliotheek. Echt een... Ik kijk rechts, jij kijkt links, ja? Ja, ik ga hier even kijken. Rookdakendagboek. Oosterstorp, Venere Relocatie. Nee. Zij zijn slevers. Ja, ik heb hem. Samir, ik heb hem. Ik kom eraan, mijne. Waar zit je? Ja, ik ben hier. Hier, lees dit.
Ik ga even voorzitten, Meindert, als je het niet erg vindt. Ja, is goed. Zeis des levens, of Drepani Tessoi, zoals Empire het noemt. Het wapen geeft de gebruiker een lange leven, mits het een ander leven ontneemt. Leven voor een leven. Degene die het wapen pakt zal getest worden op wilskracht en weerstand van deze magie. De zwakke geest zal dan ondergaan aan de kracht van de Zeis, maar vooral aan zichzelf. Creëert en beschermt om Evidantes op zoek naar een nieuwe leerling. Dit is Wester Zeis, mijn het. Ja, dat begreep ik ook al. Maar lees nou eens even goed. Het wapen geeft de gebruiker een langer leven. Mits het andere het leven ontneemt. Als we Sylvester Zeis vernietigen, zal hij niet langer meer kunnen leven. Kunnen we hem voor altijd verslaan, Meindert? Precies! Het enige nadeel is dat we niet weten waar hij nu is. Nou, Meindert, ik heb nog wel nieuws voor je. Kom mee. Kijk aan. Daar heb je hem zitten, hoor. Als een rat in de val, Meindert. Precies. Ik ben hier met een reden. Laat ons niet lachen, ratten. Je bent hier niet met een reden. Je bent hier omdat onze soldaten jou hebben opgepakt. Ik heb me op laten pakken. Omdat ik jou wil spreken, Meindert. Mij wil spreken? Vertel op, wat moet je van me? Ik heb informatie over Silvesto die ik met jullie wil delen. Informatie? Wat voor informatie? Alle informatie. Wat bedoel je daarmee? Heb je poep in je oren zitten? Met alle informatie bedoel ik alles wat ik weet over Silvesto. En waarom zouden we jou moeten vertrouwen, rat? Omdat ik klaar ben met Silvesto. Toen ik en de andere mutanten het koninkrijk van Zera lieten vallen, besef... Jullie hebben Zera laten vallen? Je hebt echt poep in je oren, of niet soms? Ja, Moorman, Raaf, Zwijn en ik hebben samen Zera gebroken. Maar toen wij Sylvester erover vertelden, toen... Ja? Hij heeft alles van mij afgepakt. Eerst mijn menselijkheid, daarna mijn toekomst. En nu ben ik al mijn vrienden kwijt. Wat doet hij? Ik heb zo'n vermoeden. Rattar, Cornelius, kom even tot rust. Adem in via je neus en uit via je mond. Vertel ons wat er is gebeurd, oké? Ik ben er klaar mee. Eerst jaagt hij de molman en het zwijn weg richting Liort. Daarna kloont hij de raaf. Ik weet niet eens wie de echte is. Sylvester behandelt ons alsof we ongedierte zijn. Ironisch. Ik wil niet meer een monster zijn dat dood en verderf verspreidt. Ik wil weer mensen helpen in nood. Ik wil weer mens zijn. Oké, Rattar, geef ons even een momentje. We zijn zo weer bij je terug. Oké, Samir, wat denk jij ervan? Het is mij nu wel duidelijk, Meindert. Hij geeft de informatie en daarna maken we hem gewoon af. Dit is sowieso een list. Ik denk dus van niet. Ik denk dat Rattar en Cornelius in conflict met elkaar zijn. Wat? Rattar is Cornelius. Rattar is de vertwiste rat. Cornelius is de doktersassistent. Ik denk dat Cornelius weer in controle is van zijn eigen lichaam. Dus je wilt hem niet afmaken, Meindert? Nee, ik geloof hem. Cornelius! Cornelius. Ja? Ik heb wat vragen voor je. Waar is Silvesto nu? Hij is in Kaer Morhen. Het fort staat aan de voet van de Zeraanse vulkaan. Daar is hij naartoe gevlucht. Oké. Welke mutanten zijn er nog? De raaf is zoals ik al zei gekloond. Waar hij echt is, weet ik niet. De molman en het zwijn zijn volgens mij naar Liort gevlucht. Molman naar het noorden... Het zwijn naar het oosten. En klopt dat? Een soort van. Oké, laatste vraag. Wat is Silvesto's zwakke plek? De Zeis. Ik heb hem zelf ooit in mijn handen gehad. Toen ik hem moest verstoppen in de catacombes van de kerk in Oudvalmar. Er kwamen vrienden stemmen en fluisteringen uit.
Maar ik weet het niet zeker. Die informatie komt overeen met wat we gelezen hebben, Mindit. Hij spreekt de waarheid. Dat zei ik toch! Oké, Cornelius, we vertrouwen je. Toch, Samir? Ja, oké. Oké, Cornelius, is er nog iets wat wij moeten weten? Er is een grote groep Serranen die nog verzet biedt tegen Silvesto. Het is een kwestie van tijd tot Silvesto ze verpulvert en heel Zera overneemt. Heb je namen? Nee, ik weet alleen dat een hoofdkwartier in Silverport zit. Ik weet genoeg. Samir, laat hem eruit. Samen krijgen we die Silvesto wel klein. Cornelius, jij moet terug naar Silvesto. Wat? Hij vertrouwt jou. Jij bent dé perfecte spion. Ga naar Kaer Morhen en speel alle informatie door naar ons die je kan verzamelen, oké? Oké. Mag ik nog iets van jullie vragen, heren? Zeg het eens. Als ik weer terugkeer, zou ik dan in dienst kunnen treden als dokter? Ja, natuurlijk, Ratten. Ik bedoel Cornelius. In het zuiden van Midia zoeken we nog naar goede dokters. Je bent er van harte welkom. Oh, dat zou heel mooi zijn. Gegroet, Cornelius. Ik wens je heel veel succes en wees voorzichtig. Bedankt en gegroet. Een echte dokter. Wauw. We gaan het eindelijk doen, Mindit. We gaan eindelijk Silvesto voor eens en voor altijd verslaan. Maar dat kunnen we niet alleen, Samir. Keer terug naar Forest End en maak je troepen gereed. Wat ga je nu doen, Mindit? Ik moet nog even wat oude bekenden spreken. Bart. Kimiara. Ik weet dat wij een ingewikkelde geschiedenis met elkaar hebben. En ik kan deze niet oplossen door mijn excuses aan te bieden. Toch vraag ik iets belangrijks van je. In onze geschiedenis hebben we één ding gemeen. Wij zijn beide geteisterd door Silvesto. En nu hebben Samir en ik nieuwe informatie verkregen, waardoor we een kans maken om hem te verslaan. Zou jij mij willen helpen om dokter Silvesto voor eens en voor altijd te kunnen stoppen? Tuurlijk, ik vecht aan jouw zijde. Het is tijd om Silvesto voor eens en voor altijd een lesje te leren. Prima. Laten we hem afmaken. Samir. En? Is hij er? Ja, volg mij. Hey, wakker worden man. Er is een bezoeker voor je. Zo, jou heb ik lang niet meer gezien. Guido. Huh? Mindit? Je leeft nog! Ik wist niet dat je zulke lage verwachtingen van me had. Hoe ben jij überhaupt hier terechtgekomen, man? Nou, leuk verhaal. Nadat ik vluchtte uit Khaleesi, ben ik naar Zera gaan varen. En daar heb ik een dorpje genaamd Goes gevonden. En daar heb ik wat mannen gerekruteerd als bemanning. En samen werden we een gevreesde piratenbende. We plunderden schip na schip. Entropiaans, Muriaans. Maakte mij niet uit als ik wel wat geld bij zich had.
Niks was ons te groot. Dus toen kreeg ik een idee. Ik dacht, we zijn zo goed bezig. We hebben zo'n goede crew. Heel makkelijk. Ik ga een stad stelen. En mijn oog was gevallen op de enige stad aan het water die drijft. En makkelijk in te nemen. Niet echt verdedigd wordt. Lonetown. Ja. We troffen hem aan in Lonetown. Hij had daar een touw gebonden tussen zijn boot en de stad. Hij stond daar maar een beetje in zijn eentje te schreeuwen. In mijn eentje? Mijn complete bemanning was er toch bij? Je lult uit je nek, man. Jij lult uit je nek. Oké, ik snap het al. Guido, ik heb je hulp nodig. Oh? Wij gaan Silvesto voor eens en voor altijd stoppen. Maar dat kan ik niet alleen. Ik moet onopgemerkt in contact komen met de mensen van Zera en de hoge pieven van Jord. Jij denkt dat ik dat kan doen? Jij kan dat doen, toch? Ja, ik kan dat doen. Oké, mooi. Maar... Wat levert het mij op? Je wordt vrijgelaten uit deze cel? Ja, dan kan ik hier net zo goed blijven zitten, man. Nee, Oké, Guido, wat wil je hebben? Even denken. Wat zou ik willen hebben? Ik zit in je NAVA, ben opgepakt om iets te krijgen. Maar wat was het ook alweer? Denk anders even met me mee. Ik kan niet zo goed meer nadenken. Ik zit hier al zo lang. Hij wilt Lonetown. Ding, ding, ding. We hebben een winnaar. Nee, daar komt geen sprake van. Nou, dan werk ik lekker niet mee. Daag. Sabir! Oké, dan. Yes. Prettig om zaken weer hier te doen. Nou, zorg er eerst maar eens even voor dat die Ljorts en die Zeranen deze kant op komen, Guido. Natuurlijk. Dat heb ik zo gepiept. Jord is gearriveerd. Ah, welkom heren. Wat fijn dat jullie konden komen. Dan geef ik nu het woord aan Meindert. Dank je, Guido. Dames en heren, we hebben elkaars hulp nodig. Sylvester terroriseert al maanden geheel Midisti. Hij sloeg toe in Yennava, Zera en Kantatribo. Gelukkig hebben wij hem in Kantatribo van het land af weten te drijven. En hij is volgens onze bronnen naar Kaer Morhen gevlucht, in Zera. En daar zal hij weer op krachten proberen te komen. En wij kunnen, als we onze krachten bundelen, gezamenlijk toeslaan om hem eens en voor altijd te stoppen. En hoe denk je dat te doen, als ik vragen mag? Oh, wat een domme vraag. Ja, we snijden zijn nek door natuurlijk. Nono! Ik zeg dat wij hem vergiftigen met een appel. We rollen hem op en deeg en stoppen hem in de oven.
Ah, dat is een goed idee. Nee, allemaal fout. Hoe ben ik nou weer opgeschreven met die domme idioten van Zera? Zakgebleu. Nou, ik had net zo'n honger. Silvesto is in het bezit van een wapen. De Zeis des Levens. Als wij het van hem af kunnen pakken en vernietigen, dan zal hij sterven. Je zegt dat hij in Kaer Morhen zit. Dat is het best beveiligde fort van geheel Zera. Plus, het fort zit helemaal vol met hersenloze mutanten die bij het kleinste geluid je aan stukken scheuren. Hoe krijgen we die Zeis ooit in handen? Door middel van een afleidingsaanval. Als ik het goed heb begrepen, is het Zeraanse leger gevestigd in jullie havenstad, correct? In Silverport, inderdaad. Jullie vallen vanuit daar de verwoeste hoofdstad van Zera aan, Dawnguard. Zo nemen jullie Zera vanuit het oosten terug. De Yennefase vloot en de soldaten van Forest End en de Kalisianen zullen vanuit het zuiden aanvallen. En Ljord zal met draken vanuit de lucht assisteren. Sylvester zal en moet zijn leger daarop afsturen. Zo wordt Kaer Morhen een collectie van ongewaakte muren. En terwijl de Yennefanen, Kalisianen en Zeraanen aan het knokken zijn, zullen ik, Samir, Kimyara, Bart en Gritskor naar binnen sluipen om zo Sylvester te confronteren. En Zera, wat gaan we daarmee doen? Als Sylvester verslagen is, zullen de Zeraanen terug mogen keren naar hun land. Dat zullen we vastleggen in een verdrag. Samir, aan jou het woord. Ik heb hier een verdrag bij me. Een verdrag dat is ondertekend door het Koninkrijk van Yennefa, Cantatribo en ook onze vrienden van Khaleesi. In het verdrag staat dat Zera erkend zal worden als land en voortaan met rust gelaten zal worden. Ik wil het pas ondertekenen nadat we Zera terug hebben. We moeten eerst Silvesto verslaan voordat we verdrag gaan tekenen. Daarnaast hoor ik niks over Lyord. Oorlogen voeren, verdrag ondertekenen. Wat haalt Lyord hieruit? De veiligheid van uw land? De molman was voor Lyord al een voorproefje. Als we Sylvester ongestoord zijn gang laten gaan, zal hij hoe dan ook naar Lyord komen. De molman was slechts een klein incident. En jij, Meindert, jij hebt bewezen dat er genoeg idioten zijn die dat voor de koning op willen lossen. En tijdens mijn laatste ontmoeting met u in Firion was u volgens mij vrij duidelijk. U kon het allemaal zelf wel aan. Lyord zal niet meevechten en Lyord zal niks ondertekenen. Daarnaast werden er gratis hapjes beloofd en ik zie hier anders niks. Hey, wacht eens even. Je wist van de plan al af. Nu kom je helemaal hier naartoe om te vertellen dat Lyord niet zal meevechten in deze strijd? Huh? Oh, ja, zo kun je dat wel zeggen. Wat is de... Guido, jij wist hiervan? Nou, ik heb hem alleen uitgenodigd, Meindert. De gratis hapjes? Pure bluff. Misschien wil hij wel helpen. Ik kan zijn keuzes niet voor hem maken. Het was me een waar genoeg. Drankje haten. Ja, en nu? We gaan door. Wat hebben we? We hebben het gehele oostengebied van Zera bemand. Onze manschappen kunnen zo'n grote strijd niet alleen aan. We hebben versterking nodig. Het leger van Forest End staat paraat om Zera te bevrijden. Alle soldaten van het Yennefaanse leger worden hier opgeleid, maar alleen de beste blijven hier. Het is geen groot leger, maar ze zijn wel goed. Ik heb een heel leger in Cantatribo die Silvesto dolgraag een lesje willen leren. Alleen moeten mijn inwoners hun land opbouwen. Maar ik zal vechten, in naam voor alle Kantanen die zijn gestorven door Silvesto's smerige experimenten. Ook ik zal meestrijden. Maar onderschat mij niet. De kracht van één ork staat gelijk aan dat van 100 mensen. Ik ben bang dat Khaleesi geen strijders kan leveren. De bouw... Pardon? Mijn herders kunnen dat gevecht al aan? Juist. De bouw en Khaleesi loopt voorspoedig, maar de inwoners kunnen geen gevecht meer aan. We kunnen ze echt niet in nog één oorlog trekken. Oh, mooi. Dus ook jullie komen hier naartoe om te vertellen dat jullie niet meekomen vechten. Ja, ho, nee, wacht eens even. Twan en ik hebben een tijdje terug blauwdrukken gemaakt voor de belegeringswapens. De Zeraanen zouden deze kunnen gebruiken. Oh, daar wil ik al even een blik op werken. Dat is mooi. Wat zegt u ervan, koning Demi? Vecht Zera mee?
Zera zal meestrijden. Hahaha, mooi. De Seranen en Kalisianen kunnen terugkeren. Yennava zal morgen vertrekken. Het tijdperk van Silvesto nadert zijn einde. Gritskor, bedankt voor je komst. Ik waardeer het enorm. Geen probleem. Ik help graag mee om die dokter te stoppen. En om mijn volk te vinden. En zoals ik al eerder tegen je zei, Gritskor. Ik vermoed dat Silvesto weet waar jouw volk is. Elke kans om mijn mede-orks te vinden, grijp ik graag aan. Het was fijn je nog even te spreken, Gritskor. Maar laten we maar weer naar bed gaan. Morgen is een belangrijke dag en we kunnen alle slaap wel gebruiken. Inderdaad. Gegroet, Gritskor. Een goede nacht. Ah. Waar ging dat over? Wat doe jij überhaupt nog zo laat hier? Ah. Ons gesprek gaat jou niks aan, luitenant Kimyara. En daarnaast, ik kan hetzelfde aan jou vragen. Wat doe jij zo laat hier? Nou, ik heb nieuws. Er is zojuist een bericht gekomen dat koning Shemal is meegenomen door Empire. Wat? Meegenomen door Empire? Wat heeft hij gedaan? Het is niet precies duidelijk wat hij heeft gedaan. Maar ik heb gehoord dat hij door het lint ging en onschuldige mensen heeft vermoord. Er staat dat koning Shemal geëxecuteerd wordt. Je moet hem helpen. Geef mij het snelste schip wat je hebt. Goedemorgen, Kim. Zeg, heb jij nog iets gehoord van Nieuw-Fenrin? Ze zijn gisteren namelijk niet opkomen daar. Goedemorgen, Samir. Ik heb 2 brieven voor u. Eén brief vanuit Fenrin, waarin staat dat ze niet konden komen vanwege één van Silvesto's nieuwste mutanten die het land er onveilig maakt. En de andere brief heb ik nog niet opengemaakt. Koninklijk stempel, zei je? Laat het zien. Geef maar. Wat? Koning Shemal opgepakt door Empire? Ja, en lees wat eronder staat. Ik word opgeroepen door het Raad der Rijk? Is dat niet geweldig? U wordt opgeroepen om mee te beslissen over de toekomst van Yennava. Zeg ze maar dat ik niet kom. Wat? We moeten eerst Silvesto stoppen. Maar heeft u het dan niet gehoord? Meinert is vannacht vertrokken om koning Shemal te redden. Wat zeg je me nou? Toen hij het nieuws hoorde, ging hij er gelijk op af. Hij liet ons gewoon in de steek. Dat zou hij nooit doen. Hij zei zelfs dat het lot van Yennava belangrijker was dan Silvesto. Wat zei je daar? Het lot van Yennava is belangrijker dan Silvesto? Daarvoor? Hij zei zelfs... Jij hebt hem zeker naartoe gestuurd, of niet soms? Nee. Nee, dat is niet waar. Het is klaar nu. Ik weet wat mij het jou heeft aangedaan, maar jij zet nu meerdere levens op het spel. Het spijt me, Samir, maar... Ik wil het niet meer horen, Kim. Ik zal de aanval leiden op Silvesto. Jij gaat naar Empire en stopt mij het voordat hij weer iets doms doet. Het Empire-eiland. Het eiland dat al gebruikt werd om Yennava te transformeren of om mensen naar Empire te verschepen.
de dichtstbijzijnde outpost van Empire op Yennava. De shaman moet hier zijn. Ik moet goed op mijn hoede zijn. Ook al is dit fort al maanden verlaten. Misschien... Ja! Rachkratis. Oké, hij ziet me niet. Althans, dat hoop ik. Het is een mooie tijd om naar binnen te sluipen. Hier. Gewoon... Ah! Ah! Schoot hij nou op mij? Nee. Volgens mij... Voorzichtig. Ja. Oké. Je moet goed uitkijken. Rachkratis is de allergekste Empire. Die vindt het juist leuk om... te spelen met zijn slachtoffers. Oké. Wat zijn dit? Is dat een pop? Ja, twee poppen van... Oké. Voorzichtig. Ik ga gewoon hier proberen over te steken. Hij ziet hem niet. Voorzichtig. Oké. Hij heeft niet door dat ik hier ben. Ik moet voorzichtig blijven. Op mijn hoede blijven en ervoor zorgen dat hij niet... Oké. Het hele kamp is ook verwoest. Dus ik kan het gebruiken als dekking. Oké, daar gaat een van de poppen, dus daar is hij nu op gefocust. Snel hierin. Oké. Hier ben ik eventjes veilig. En dan kan ik weer verder sluipen, dadelijk. Maar, wat? Oké. Hij helpt me niet door. Waar is hij? Hij is daar naar voren gelopen. Er staat ook een kleine boot. Stel hier. Oké. Daar is de ingang. Daar stond het portaal en daar zijn... Gorion en... Rachthanatos zelf? De koning van Empire? Zijn alle belangrijke figuren van Empire hier? Oké. Ze lopen daar naar voren. Dit is mijn kans. Jamal, ik kom je redden. Ze hebben mij bedrogen. Allemaal. Empire. Dennis. Timon. Jamal! Koning Jamal! Meindert, wat doe jij hier? Sst, stil een beetje. Ik kom je bevrijden. En met bevrijden bedoel je zeker vermoorden? Nee, ik kom je niet vermoorden. Hier, kom maar. Je kooi is gebroken. Je bent nu vrij. Je wil me helemaal niet bevrijden. Waar heb je het over, Jamal? Natuurlijk wil ik je bevrijden. Kom nou maar mee, we hebben je nodig. Je wil me gebruiken, zodat je zelf koning kan worden. Wat? Dat is helemaal niet waar. Jawel. Jij hebt met Timon een deal gemaakt. Waar heb jij het in godsnaam over, Jamal? Jij lokte Sylvester naar Cantatribo, zodat ik niet door zou hebben dat Timon Sanna had ontvoerd. En in ruil zou Timon jou Khaleesi geven. Dat is wat er is gebeurd, of niet soms? Wat is er met jou gebeurd, Jamal? Jij hebt mij verraden! Ah, ik ben hier om te helpen. Jamal? Mijn Empire Wand. Mijn lieve Empire Wand. Wat heb ik je gemist? Hij is knettergek. Oh shit. Ah, mijn been. Was hier voor het avond. Mijn been. Het is jouw schuld dat ik Yennava kwijt ben! Dat is niet waar, dat is... Het is jouw schuld dat Sanne dood is! Koning Jamal, luister! Het is jouw schuld dat mijn kind dood is! Ver! En met bevrijden bedoel je zeker vermoorden. Hoe kan... Wat? Jij wilt mij verraden of niet soms?
Rachtempels? Natuurlijk. Meindert! Meindert! Wat ga je doen? Sorry, Jamal. Ik kan je niet van jezelf redden. Meindert! 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 Nou, hij is er niet. Ik heb het geprobeerd. Meindert is waarschijnlijk gestorven op zee of zo. Is dat wat je de anderen gaat vertellen? Meindert! Waar kom jij vandaan? Ik heb Jamal gezien. Hij zat inderdaad hier. Hij wilde niet bevrijd worden. Wat doe jij hier? Ik moest je ophalen van Samir. Ze hebben je nodig in Zera. Nou, laten we vertrekken dan. Kom. Ja. Hoe heeft hij dit overleefd? Ik begin een beetje ongeduldig te worden. Waar blijven die twee? Ja, Bart. Ik weet het. Maar blijf nog maar rustig. Ze kunnen elk moment hier zijn. Oh. Kijk, daar zijn ze. Ah, daar heb je ze hoor. Sorry dat ik later ben. Ik moest toch bij iemand langs. Kimiara heeft me gelukkig op tijd opgehaald. Is dat zo? Kimiara? Ja, dat is zo. Nu we allemaal hier zijn, laten we het signaal afgeven om te beginnen. Gritskor, je weet wat je te doen staat. Ik ben zo terug. De oorlogshoorn van Faxios zal weer galmen. Mannen, het is tijd. Luid het signaal van het Saraanse leger. We trekken ten strijde. Dat is het signaal. Dan is het tijd. Soldaten van Zera, het is tijd om ons land terug te nemen. De strijd wordt lang en zwaar, maar wij zullen overwinnen. Vecht voor jullie vrijheid, vecht voor jullie families en vecht voor Zera!
je nu? Goed gedaan, Gridscore. Het lijkt erop dat de kust veilig is. Het is leeg hier. Silvesto heeft helemaal niks door. Huh? Wat gebeurt er? Shit. Snel, weg hier. We moeten een andere route naar binnen vinden. Welkom in mijn prachtige paleis. Ik zie dat jullie incompleet zijn. Waar is onze eregast van vandaag? Meindert is gevangen genomen door Empire. Oh, is dat zo? Oh, verdikke me. Gelukkig heb ik voor jullie genoeg entertainment geregeld vandaag. Wat bedoel je, Silvesto? Jullie willen het tegen mij opnemen, toch? Dan moeten jullie dat eerst aandurven. Jullie zullen vandaag oog in oog komen te staan met jullie grootste angsten. Oh ja, is dat zo? Ik ben helemaal nergens bang voor. Oh nee. Ik zal jullie eens een verhaal... We mogen absoluut niet te veel geluid maken. Hou je bek dan. Verhaal over een... Zou u ons doorhebben? Een verhaal over een dokter die een lijk vond in de bossen van Cantatribo. Een lijk? Oh nee. Waar heeft hij het over? Nee, dit kan niet. Oh nee. Wat is er, Bart? Na de oorlog. Was hij weg? Blijf rustig, Bart. Hey, wie was er weg? De man waar het allemaal om draaide. Raftaga! Nee! Bart, man, kom. Verman jezelf. We moeten hier weg, man. Kom. Nee. Niet weer. Kom, niet we weer. Moeten naar boven rennen. Nee. Nee. Dit gaat zo niet werken. Mens, doe wat. Moeten we niet iets doen? Nee. Maar, Sammy... We moeten vertrouwen hebben in Bart. Dit is zijn strijd. Mens. Het eerste slachtoffer van deze avond? Nu al? Jij krijgt mij niet klein met een lijk, Silvesto! Bart, kom! Ga verder zonder mij. Ik ben niet bang! Het was Raftagars lijk. Silvesto probeert ons te verdelen door onze angsten tegen ons te gebruiken. Zo te zien werkt het niet bij Bart. Hij zag er anders best angstig uit. Laten we doorgaan. Silvesto heeft niet door dat wij hier zijn. Dat moeten we zo houden. Kom, die kant op. Pas op! Gelukkig brak die struik mijn val. Luitenant Kim Yara, u heeft de achterdeur genomen. Ik dacht al wat beweging te zien in mijn ooghoeken. Heeft u nou niet door dat ik hier ben? Wat je ook van plan bent, Silvesto, ik ben er klaar voor. Dat klinkt veelbelovend. Helaas heb ik niks bijzonders voor je, Kim Yara. Weet je, wij lijken best veel op elkaar. Allebei zijn we slachtoffer van mijn schrikbewind. Ik weet wat hij met je ouders gedaan heeft. Tragisch. Hou je bek over mijn ouders. Je weet niks van ze. Oh, maar schat, ik was erbij. Ik was in Vistara toen al die onschuldige mensen brut vermoord werden door de Yennavanen. Jouw familie. Het was de dood die jullie scheidde. Maar ik zal jullie vandaag weer bij elkaar brengen. Wat? Papa? Mama? Prachtig, zijn familiereunie.
Maar ik heb nog wat gasten die ik moet verwelkomen. Vaarwel, luitenant-indiaan. Ik kan niks doen. Kimiara, Sylvester gebruikt je angsten tegen je. Dit zijn niet echt je ouders, het zijn mutanten. Dood ze! Ik kan ze niet laten sterven. Niet nog eens. Kim, kijk uit! Nee! Jij monster! Hè? Jij hebt mijn ouders vermoord! Kim, wakker worden nu! Sylvester gebruikte jouw angsten tegen je. Dit waren mutanten! Dit waren mijn ouders, Meinert. En ik had er vrede mee om met ze te sterven. Jij hebt het recht niet om die keuze van mij af te nemen. Het spijt me, Kimiara. Wat is er, Gritsko? Ik ruik iets. Iets bekends. Dit voelt niet goed. Helemaal niet goed zelfs. Welkom, welkom. Ik ben nog op tijd. Deze volgende gast is helemaal vanuit het zuiden deze kant op gekomen. Is het een ork? Is het een troll? Geen idee. Wat is dat voor beest? Mijn volk? Oeh, hoe kan dit? Ik heb wat orkachtig DNA gevonden op de bodem van de oceaan. Ik heb het DNA gebruikt om dit prachtige schepsel te creëren. Zie dit als je eigen nieuwe broertje. We gaan maar met elkaar spelen. Oké, Gritsko. Hij is misschien groot, maar we kunnen hem aan, man. Lijken op de bodem van de oceaan. Gritsko, luister! Hij doet het allemaal om je te fucken! Hoe durft iemand dit mijn volk zo eervol te behandelen? Oei! Dat is niet de reactie waar ik op gehoopt had. Tijd om te gaan! Oh nee, mooi niet! Waar zit je, Silvesto? Kom aan tevoorschijn! Hallo, meneer? Wat doet dit meisje hier? Haal me alsjeblieft hier weg. Oké. Rustig aan. Ik kan je helpen. Admiraal Samir. Waar zit je, Sylvester? Jij maniak! Ik sta hier. Recht voor je. Ik maak je af, jij. Tut.
Over een paar minuten zal de kooi met het meisje naar beneden vallen. Jij krijgt de keuze. Of je redt het kind, of je krijgt een kans om mij te pakken. En we weten beide welke keuze jij gaat maken. Ik weet niet waar je het over hebt. Oh, maar dat weet jij zeker wel. Jij kan het niet over je hart verkrijgen om verantwoordelijk te zijn voor de dood van een kind. Want één kinderleven is al te veel. Ik hield van... We zouden eigenlijk een kind krijgen. Totdat ze beide stierven op het geboortebed. Jouw vrouw en jouw dochter. Op de tijd is op! Ik heb je! Rustig maar. Die gemene dokter is weg. Meneer? Ja? Wat wil je zeggen? Het is tijd om te sterven. Papa Samir. Samir, gaat het? Ik weet het niet. Waar is Kim Yara? Ik moest haar achterlaten. Wat zeg je? Ze kon haar angst niet onder ogen komen. Dus ik moest het voor haar doen. Wat heb jij met mijn dochter gedaan, Meindert? Wow, Samir, kalm! Ze kon niet meer verder! Je hebt haar zeker vermoord, net zoals dat meisje, of niet soms? Wat? Nee! Dat meisje ging jou neersteken, Samir! Sylvester gebruikt onze grootste angsten tegen ons! Je wordt bespeeld! Net als bij Bart, net als bij Gridscore, net als bij Kim Yara! Missen zo mijn dit. Rustig aan, Samir. Kim Yara is nog het enige wat ik een beetje heb van mijn familie. Het spijt me dat ik dit moet zeggen, Samir, maar trap er niet in. We moeten door. We moeten Sylvester stoppen. Het spijt me mijn dit, maar ik moet naar mijn dochter. Ze heeft me nodig. Samir? Samir! Laat me niet achter, Samir. Niet weer. Dat ging bijna te makkelijk. Dokter Silvesto, jij vuile schoft. Ken je dan geen emotie? Oh, en of ik emotie ken, maar op een andere manier dan jullie mensen. Een mens ziet tranen van verdriet. Ik zie een zwakte. En een zwakte kan worden gebruikt. Emoties maken je zwak, meidet. Jouw woede en wraaklust zijn jouw grootste kracht. Maar tegelijkertijd jouw grootste zwakte. En iedereen die met jou in aanraking komt, is slachtoffer van jouw roekeloze gedrag. Iedereen. Wat? Rattar? Ik wist dat hij mij verraden had. Ik zei dat als hij mij alles zou vertellen, dat ik hem in leven zou houden. Hij is een slimme rat, mits hij een staart had. Je eigen handlanger? Je hebt Rattar vermoord? Correctie, jij hebt hem vermoord. Wie stuurt hem ook weer terug naar mij? Ah, kom naar beneden, dan vechten we het uit. Oh nee, dank je. Daar heb ik wat mannetjes voor. Je bent niks waard onder de grootste mannen van Mythistie. De koningen bepalen het lot van de mens. Niet hun
generaal. Jij denkt dat ik hier bang voor ben? Generaal Guido. Wat moet dat? Wat moet dat? Generaal Guido. Hij is gewond. Hij moet terug. Hij moet naar een dokter. Laten we eens even kijken. Aansteller, hup, doorvechten, hup, hup, kom maar, hup, doorvechten jullie vuile deserteurs! Doorvechten jullie vuile deserteurs! Dennis, kunnen we de stad in? Ja, we kunnen. Soldaten van Zera, trek de stad in. Houd de mutanten van je af. Dit is het uur der waarheid. Dit is het dan. Ik kan hem niet verslaan. Het spijt me, Contatribo. Ik zal niet terug kunnen keren. Je bent wel snel, zeg. Ik ben nergens meer bang voor. Niet nadat ik met Wraak zelf heb gevochten. Wraak zelf? Hoor hem praten. De dappere held. Te dapper om te zien hoe dom hij is. Jij weet vriend en vijand aan jouw zijde te krijgen om mij te stoppen. Terwijl je weet dat zoiets niet gaat werken. En daarmee heb je alles wat ze lief is op het spel gezet. Wat bedoel je? Denk jij werkelijk dat iedereen hier levend uitkomt? Natuurlijk niet! Ik ben een man van de wetenschap. Ik weet hoe je een goed onderzoek doet. Iedereen die jou lief is, zal zijn of haar grootste angsten niet kunnen overwinnen. Kim Yara en Samir waren de eerste die toegaven. En zij zullen zeker niet de laatste zijn. De Zeranen zullen nooit kunnen winnen van een leger bestaande uit ondode landgenoten. Zelfs in zijn dood zal Bart nooit van Raftagar kunnen winnen. Arme Gritskor zal het nooit over zijn hart kunnen verkrijgen om de laatste van zijn soort te vernietigen. En jij, Meindert, jouw orde en veiligheid, gebouwd op de dood van anderen, zal ten onder gaan aan diezelfde dood. Dat is jouw grootste angst. Dat alles wat jij nu doet voor niks zal zijn. En dat zal het ook zijn. Mij krijg je niet meer klein. Ik zal wraak nemen voor alle zielen die jij geteisterd hebt. Ik zal ze wreken. Hoi. Bijna raar. Kom hier. Welkom in mijn... Hier de pijn. Ik moet doorgaan. Ah.
golf. Was dat de Zeiss? Het is gelukt. De Zeiss is verwoest. Sylvester is verslagen. Dacht mij hier werkelijk mee te kunnen stoppen? Door de Zeiss te vernietigen? Waarom gebeurt er niks? Omdat het lot al vaststaat. De Zeiss gaf mij een langer leven. Maar het was jij die mij onsterfelijk maakte. Jij kan mij niks meer maken, Meindert. Ik ben onsterfelijk. En niemand kan mij stoppen. Jij niet. Jouw vrienden niet. Niemand niet. En het stomste is, door de energie die vrijkomt, doordat jij de Zeiss hebt verwoest, is de vulkaan instabiel geworden. Nee, Meindert, om mij te stoppen... Ach, waarom leg ik het ook uit? Leven of dood? Binnenkort zal je hier weg mogen. Tot die tijd ben ik jouw persoonlijke wachter, Vestor. Dat is niet mijn naam. En een persoonlijke wachter? Jij denkt dat één wachter mij kan stoppen? Het is een kwestie van tijd tot jij weer vrijkomt. Wat? Ik ken het. De koning heeft uw hoofd en lichaam van elkaar gescheiden. Als hoofd en lichaam elkaar weer treffen, zal uw lot verzegeld zijn. En zolang het bloed van de koning stroomt, zul jij blijven leven. Heeft mij het uiteindelijk met het gewone volk gedeeld? Oh nee, absoluut niet. Ik weet gewoon een hele hoop. Zoals dat jij een zekere Zeiss in een vulkaan hebt laten vallen. Ach, ik heb die Zeiss niet nodig. Jij misschien niet, maar die Zeiss is mij heel... heel veel waard. Wie ben jij? Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Mavie Dampness. Lang geleden heb ik een aantal artefacten verzegeld. Om zo langzaam maar zeker helpers te vinden in de bovenwereld. Eén van die artefacten verzegelde ik in een tempel in Eos. De Zeiss des levens. En na jaren wachten op een gastheer, vond mij Zeiss jou. Vanaf dat moment heb ik jou gevolgd om te zien wat je zou doen met mijn gift. Jouw gift? Ik dacht dat Mavie dat een schepping van bijgeloof was. Een mythe om dwaze mensen hoop te geven. Maar hij staat nu echt voor mij. Heb jij toevallig gehoord van mijn prestaties? En ben jij hier om mij verder te helpen? Als ik de verhalen moet geloven, kunnen wij samen grootse dingen bereiken. Dat ligt eraan. Wat heb jij mij te bieden? Waar moet ik beginnen? Ik heb empires verslagen, leefgebieden verwoest, koninkrijken laten vallen. In Midisti en zelfs Tordisti huivert iedereen bij de naam Dr. Silvesto. Zelfs de dood kon mij niet stoppen. Vandaar dat ik nu hier ben. Als hoofd? Het gaat niet per se om het hoofd,
Het gaat erom wat erin zit. Ah, dus, wat zeg je ervan? Nu je het zo zegt, ik geef het eerlijk toe. Ik vind het inderdaad knap wat je gedaan hebt. Het is echt knap hoe iemand mijn krachten kan gebruiken om werkelijk geen impact te maken. Wat? Jij kon de wereld voor je laten buigen. En in plaats daarvan maakte jij huisdieren. Strok jij bosjes in de fik en speelde je tikkertje met een generaal. En zelfs daarin was je slecht. Het werd nog interessanter toen je werd afgesloten van de schim. Ik was echt benieuwd wat je zou doen met de gift van onsterfelijkheid. Nu ik heb gezien dat je zelfs die krachten niet voor de juiste doeleinden gebruikt... Ik heb de hertog van Antropia zelfs slimmere keuzes zien maken. Jij dwaas! Ik heb jou niet nodig! Volgens mij begrijp jij het niet helemaal. Je bent bijna op een kruispunt van jouw leven. Het laatste kruispunt om precies te zijn. Alles wat daarna gebeurt. Het is aan mij om hier nu te bepalen of daar verandering in zal komen. De zeis was verbrand, maar nog in bruikbare staat. Ik kan hem nog aan jou teruggeven. Ik zou de zeis graag terug willen. Waarom? Wat ben jij nog waard, Vestor Silva? Nou, ik... Ik kan heel goed van dienst zijn. In uw dienst zijn, machtige mevidantes, dus ja. Ik kan u dienen en ik zal doen wat u mij vraagt. Om zo samen heel bedienst de wereld van ons u te laten buigen. Geef mij nog één kans. Tjonge, jonge. Zelfs in smeken ben je slecht. Jouw familie... had gelijk. Jij, Vestor Silva, bent niks waard. Dat is niet waar. We zijn gearriveerd. Ik zou graag willen zeggen dat het een genoegen was. Maar dan zou ik liegen. Het was eigenlijk best wel sneu. Vaarwel, Vestor Silva. Mijn naam is Dr. Silvestor! Ik kom met nieuws. Silvestro is juist aangekomen in Khaleesi. Toen hij met de wachter de koets uitkwam, heeft hij uren tegen zichzelf zitten praten, schreeuwen zelfs. Maar toen het hoofd en het lichaam weer bij elkaar kwamen, stopte hij. Laat Tropus weten dat we het ritueel uit gaan voeren. Laat onze bondgenoten weten dat ze deze kant op moeten komen. En laat het Khaleesiase volk... Nee... Laat de wereld weten dat het einde van Silvestro nabij is. Luister, Wolk, luister. Zijn de majesteit de koning? Kom u hier bij officieel de executie van Dr. Silvestro aan. Zeg het voort. Zijn gouden paleis naar hier gestrompeld. Drax. Je ziet er goed uit, Meinert. Minus het verminkte been, de wandelstok en dat afgrijzelijke litteken. Zie je er wel echt goed uit. Hoe lang geleden was het?
ben hier niet om bij te praten, Drax. Waarom niet? Oh, ik snap het al. Het is vanwege dat meisje, of niet soms. Hoe heette ze ook alweer? Linke Lisa. Haar naam was Lux. Oh ja, Lux. Lux Silva. Hoe kan ik haar vergeten? Haar prachtige jonge huid die ik met pijn van haar botten schraapte. Haar jeugdige stem dat overging tot schreeuwen van pijn. Ach ja, de mooiste bloemen worden als eerste geplukt. Praat niet over haar alsof ze jou iets waard was. Over de familie Silva gesproken. Ik heb gehoord dat jij de laatste Silva hier in een cel hebt. Je weet wel, die giftloze dokter. Ik heb meegekregen dat hij een hoop onrust heeft veroorzaakt. Misschien dat ik hem eens een bezoekje moet brengen. Want een kat in het nauw maakt rare sprongen. Jij gaat zulke bezoekjes niet maken, Drax. Het is tijd om een deal te maken. Niet met die toon. Als ik jou was, dan zou ik een toontje lager zingen. Tenzij jij... Ik bepaal zelf wel welke toon ik tegen jou aansla, demon. Het zij zo. Jij hebt me toch niks meer te bieden. Die dokter daarentegen. Vaarwel. Is er iets, Drax? Vreemd. Mijn krachten werken niet. Ik adviseer je nu om toch een keertje naar mij te luisteren, Drax. Hij bestaat echt? Een demoncirkel. De laatste keer dat ik die heb gezien was toen... De laatste demon hier verslagen werd. We hebben het met onze eigen ogen kunnen zien. Natuurlijk. Het Empire meisje. Gefeliciteerd allen. Wat voor deal hebben jullie voor mij? Dat ga ik jou eens even fijn uitleggen. Want dit keer zal het een eenzijdige deal zijn. Dankjewel, wachters. Hoe lang hebben wij elkaar niet meer gesproken? Ik heb gehoord dat jij niks meer gezegd hebt sinds je hier bent aangekomen. Het spijt me dat we je in de oude paardenstal moesten opsluiten. We hebben niet veel cellen hier. We hebben speciaal voor jou de paarden ergens anders geplaatst, maar helaas hadden we geen tijd om de paardenstal op te ruimen. Had je graag willen blijven in Fort Forland? Is dat het? Tussen al jouw waardeloze vriendjes? Ah, het einde is nabij. Je kunt stoppen met zwijgen, Vestor. Mijn naam is Dr. Silvesto. Oh, je hebt je tong weer terug. Fijn. Hoe voelt het om in Khaleesi te zijn? Wist je dat jouw zus Estonia hier gewoond heeft? Estonia? Die hoer? Je zus. Zij is niet mijn zus. Ze is een zwak wezen dat over zich heen liet lopen. Ze heeft er alles aan gedaan om je te helpen, Vestor. Ik heb hem geholpen. Dankzij mij is zijn familie niks meer. Ik merk dat je in de war bent. In de war? Ik ben een man die ver vooruit loopt op de tijd. Een man van de wetenschap, is je niet?
Hoe kan ik in godsnaam in de waar zijn? Oh, sorry. Een man van de wetenschap die een magisch wapen gebruikte? Jij! Jij denkt de overhand hier te hebben, maar laat ik je uit je droom helpen. Jij hebt ontelbaar veel levens op het spel gezet om mij te pakken te krijgen. Ik heb gehoord dat mede dankzij jouw roekeloze plan de laatste ork gestorven is. Gritskoor gaf zijn leven om de mijne te redden. Dankzij hem sta ik hier en jij daar. Dit is slechts tijdelijk. Ik zal het nog één keer heel duidelijk voor je uitleggen. Vestor Silva is niet meer en zal ook nooit meer terugkeren. En er is niks van hem over behalve de restanten van zijn lichaam. Zolang jij leeft, zal ik niet sterven. Je kan me zo vaak in stukken hakken als je wilt, maar het lost niks op. Ik zal hoe dan ook vrijkomen, zoals altijd. En dan zorg ik er hoe dan ook voor dat iedereen, maar dan ook iedereen, zal branden in de hel die ik naar hun wereld gebracht heb. Bedankt voor deze verhelderende conversatie. Voor mij is het duidelijk. Wacht eens. Neem hem mee. Blijf met jullie smerige poten van me af. Au. Wat stelt dit voor? Weet je nog toen je ons de confrontatie aan liet gaan met onze grootste angsten? Het is nu jouw beurt, Vestor Silva. Open het portaal! Draxi, Atara Komitri. Natuurlijk. Uw wens is mijn bevel. Dwaas. Waar ben ik? Au! Zolang ik leef, zal jij niet sterven. Je hebt het vaak genoeg gezegd. Dit is jouw cel. Hier zal jij voor altijd blijven. Oh ja, leven of dood? Ik weet mijn antwoord. Ik kies leven. Alsof dat wat uitmaakt. Ik... Het bloed van de verrader. Wat? Vestor Silva. Jij hebt ons verraden. Tyrantor? Dit is een misverstand. Dit is een misverstand. Je weet dat ik nooit dat had willen doen. Ik was mezelf niet. Hij heeft me laten doen. Kom op. Dit is nergens voor nodig. Komt dat zien, wie dit beest gaat ontvangt 1001 Ducaat! Volgens mij is dat een aap. Jij bent degene die Bart heeft gered? Ja, dat klopt. Vertel ons alles. Nou, het begon allemaal in het machtige Kali. Toen ik nog een kleine jurre was, wist ik al dat ik voorbestemd was voor iets groots.
En zo heb ik heel Loontown vergokt. En het enige wat jij over hebt is een boot, twee hoeren en een samurai. Yep, ze weten van niks. Geef deze arme man eens een biertje. Ze willen een eetwedstrijd houden. Wat? Chef en Bas, maak aan met die taart. We hebben een enorme bestelling. Sacrebleu! Deze taart is pas af als wij dat zeggen! Precies, wij zijn druk. Stelletje koekenbakkers. Zeg, jullie twee nieuwelingen. Kunnen jullie 6 complete schapen breiden in 10 minuten? Pardon? Oh, hallo. Nee, Knut, luister. Dit is onze kans. Ha, die chef de kots is te druk met zijn taart. Als wij dit goed doen, worden wij wel misschien de beste chefkoks van geheel Khaleesi. Geweldig idee. Ik begin gelijk. Ja, precies, aan de kant. Pas op. Zeg, kippetjongens. Hebben jullie mijn zeldzame rode kip gezien? Ik kan hem merken misschien. Oh, wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet te heen in de zon lopen. Was dit nou buskruid, of suiker, of toch peper misschien? Knut, jij idioot, je hebt de hele afwaskeuken in de fik gezet. Oh, Dommelus, pas op! Jouw hek! Je akelkant, wat enge! Wat doe je nu, Thijs? Hoorde je dat ook, Samir? Samir? Tropus, Thomas, wanneer is Samir weggegaan? Een paar minuutjes geleden. Ik ga hem zoeken. Ik ben zo terug. Wachters. Hey, waar ga jij heen? Bart, ik merk dat ik iemand miste op het feest, dus ik... Weet je wat ik echt mis op dit feest? Meer drank. Hoeveel heb je gedronken, Bart? Wat bedoel je? Ik heb echt geen idee wat jij allemaal bedoelt, Meijner. Weet je wat, ik ben nu even druk. Ik kom straks even een drankje doen, oké? Okay? Ja, lekker man. Hey, Meijnert. Ah, deze gast. Ja, zeg het eens, Bart. Vergeet niet dat Kante Trio en Zera weer veilig zijn, is mede dankzij jou. Maar ik zal je nooit vergeven voor wat je tegen mijn volk gedaan hebt. Oh. Ja, Meijnert, jij bent een topper. Goed gesprek, ik ga nu. Samir? Dempos, niet degene die ik zoek, maar nu ik je toch zie, ik heb je nog helemaal niet bedankt voor al jouw hulp. Zonder jouw hulp had ik hier nooit gestaan namelijk, dus bedankt. Ik was in Drapa. Ada Osta in Drapa. Empire? Wat een verrassing, wat brengt jullie hier? Kondra Riro Abala La Irda. Jullie zijn hier met een cadeau voor een koning? Is dit jullie manier van zeggen dat ik ontvoerd ga worden? Marala Kondro. Marala Kondro. Ik heb enigszins ervaring met demonen en bovennatuurlijke wezens, ja. Maar zoals je kunt zien ben ik niet in staat om te vechten. Irda Marala Kondro Heldo.
Een Empire Wand? Ikrika in Trapara. Nara Irpas in Trapa. Lorar Bora. Jullie willen dat Khaleesi en Empire bondgenoten van elkaar worden? Een Empire Wand en een alliantie met Empire. Hetzelfde aanbod dat Jamal jaren geleden kreeg. Dit is absurd! Jullie denken werkelijk dat ik, dat Khaleesi jullie nieuwe vriendje wordt? Ik heb gezien wat jullie doen met jullie bondgenoten als ze doorslaan door jullie corrupte magie. Jullie hebben jarenlang ons bloed laten vergieten voor jullie eigen vage doeleinden. Wat ik hier heb opgebouwd is een veilige haven voor alle Myriase volkeren. Weet je wel, het volk dat jullie in het verleden geholpen heeft om uit die verdomde onderwereld te komen? Wij haalden jullie eruit en jullie trokken ons er gewoon regelrecht weer in. Jullie zijn sterk genoeg om goden en werelden te temmen, maar daar hebben jullie ons niet voor nodig. Het antwoord is dus nee. Das ich von Genava, Juno Kiledu. Een nieuwe tijd is aangebroken. Niet langer zullen de Myriase volkeren buigen voor jullie empire. Ons volk is niet langer jullie wapen. Zoek maar een andere schotelt, want hier ga je die niet vinden. Ata, Tosipara. Contra Riro Abala la Irda. En jij, Tempos. Je hebt me alleen maar geholpen zodat Khaleesi het volgende schoothondje van Empire zou worden. Ik dacht dat ik je kon vertrouwen. Maar ik had het verkeerd. Verdwijn naar boven. Hé, hey, Samir, daar ben je. Er staat al het hele feest een lege stoel naast me. Oh, hey, mijn dit. Hé, hey, is alles in orde? Je bent de hele dag al wat afwezig. Het is de hele dag al feest, mijn dit. En ik weet niet of ik blij moet zijn. Het voelt gewoon raar om een hoofdstuk af te sluiten. Ik snap het ook wel. We zijn beide geteisterd tussen Vestel voor... Voor weet ik veel hoe lang. Ons voormalige koninkrijk Genava is niet meer zoals het vroeger was. Of dat nou beter is of niet. Denk aan iedereen die we in de strijd met Sylvester verloren zijn. Al die Zirhanen en Yennefanen die gestreden hebben tot de dood. Cornelis Rattar die zijn leven gaf om het tijd te keren. En Gritsgor die met zijn laatste adem jouw gewonde lichaam uit Kaer Morhen wegsleepte. En... Kim. Ik weet dat het verlies zwaar is, maar de plek waar wij nu staan hebben we mede aan hen te danken. Meer dan 10 jaar geleden zag ons leven er totaal anders uit. Het was zo simpel. We zijn onderaan begonnen, jij als jongen van de straat en ik als simpele ziel uit de canyons. Maar ten koste van wat? Weet je nog met wie we samen de Genava in stand hebben gehouden, Mijndert? Weet je nog met wie? Ik snap dat je op zo'n dag als vandaag emotioneel bent, Samir, maar... Weet jij hun namen nog, Mijndert? Weet jij ze nog? De namen van medesoldaten? Onze vrienden? Ah, natuurlijk. Tuurlijk weet ik hun namen nog. Dat is het enige wat van ze over is. Stuk voor stuk zijn ze gestorven, Mijndert. Of zelfs afgeslacht. Simpele zielen voor een simpele oorlog. Om wat? Alles voor je Nava, zeiden we toch? Wat een onzin. En ze hebben alles gegeven voor je Nava, Samir. Ieder die er niet meer is, heeft zijn leven gegeven voor je Nava. En iedereen die gestorven is in de strijd met Sylvester. Waarvoor zijn die gestorven? Al die Zirhanen en Yennefanen die als aas dienden voor een leger hongerige monsters. We zijn ze niet vergeten, Samir.
Elke Midiaan die gevochten heeft, zodat wij hier vandaag onze vrijheid vieren, zal stuk voor stuk herinnerd worden voor hun dappere daden. Denk je dat Kim Yara nog geleefd had als ik een andere keuze had gemaakt? Als ik haar niet had opgevoed als een soldaat, maar als een gewoon normaal kind? Ik denk dat Kim Yara niet te redden was, Samir. Wat bedoel je daarmee? Dat kwam bot over, sorry. Wat ik probeer te zeggen, het lag veel dieper dan Kim Yara. Kim Yara kende alleen pijn, haat en oorlog in haar leven. Die pijn, haat en oorlog zijn wij, zeker ik, ook verantwoordelijk voor. Maar ook wij kenden alleen pijn, haat en oorlog. Die ene fase geschiedenis is gebouwd op haat en oorlog, die ontstaan is uit Sylvester's oorspronkelijke verraad. Ergens heb je een punt, Meindert. Maar dat praat niet goed wat we allemaal hebben gedaan. Alles wat we hebben gedaan in de oorlogen tegen Zera, Kanta, Entropia, Malino. Oorlogen die ik zeker niet goed kan praten. Maar met dit been ben ik niet meer in staat om te vechten. En met deze verminkte rotkop ben ik zeker niet in staat om nakomelingen te krijgen. Ergens zie ik het als een straf. Die de goden mij gegeven hebben met een ironisch gevoel van rechtvaardigheid. Misschien is dat niet onze straf, Meindert. Misschien is onze straf juist dat we ervoor moeten zorgen dat de toekomst beschermd wordt tegen mensen. Mensen zoals wij. En terwijl we dat doen, slijten we langzaam weg in een kasteel. Zo heb ik er nooit over nagedacht. Een koning die voor altijd vastgeroest zit in zijn troon. Laten we een afspraak maken. Laten we dan gezamenlijk een betere wereld bouwen. Een wereld zonder oorlog en geweld. Zonder rijken gebouwd op leugens, verraad en woede die geleid wordt door tiranen. Zonder koninkrijken zoals... Fellow armsmen, I ask you, will you follow me tonight to break their spine and reclaim what once was mine? Those cravens backstabbed me, deceived me, never shall I tolerate their crimes again. Now let the hunt begin. Souls scared and daunted, such a tale of woe. Not too long ago, this village was a golden scene of hope. Call down the reckoning to bring back hope and peace. Restore our glory to live forever. Regime, I know how to unleash eternal power. Lead us to order. Forever.